Yo, ik ben Giel. Thomas, Stefan. En vandaag hebben jullie bepaald dat we van A naar B moeten reizen. Met een handicap. Gaan we dat vandaag doen? Ja, dat gaan we vandaag doen. Dat is anders. Wat is de handicap? Een dier, een dier, een dier. Want wij gaan tegen elkaar strijden van punt A naar punt B met een dier. Oké. En wat voor dier hebben we dan? Nou, Thomas, we hebben voor jou een prachtig beest geregeld. Ja, oh. Ja, jij bent vandaag prins op het witte paard. Jij? Ja. Hebt een zwaan. Een zwaan? Ja, ik heb gewoon een biggetje. Een biggetje. Ja. En wat wordt punt B? Punt B. Nou, ik zeg gewoon ogen dicht en ploet. Oké. Zal ik het doen? Oké, dan gaan we. Kijk, wijk met duursteden. Oh nee, maar. Oh, dat is wel ver, man. Oh, dit is gewoon. Dat is heel ver. Wie is het eerste bij de kerk van wijk met duursteden? Valencia. Valencia, mooi. Ik ga kennis maken. Hey, vriend! Hey, vandaag met mij mee. Zijn we vriendjes? Ik heb een babytje vasthouden. Oh, dat is niet meteen boos hoor. Ik moet. We zijn maar net begonnen. Nee. Nee. Lil, mijn vriend. What you doing over there? I see you there, son. Gaat helemaal goed komen vandaag. Ik als prins op een witte paard. We zijn nu hier in Utrecht. En we moeten naar wijk bij duursteden hier, goed? Ho, 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 ho! Als dit heel de dag zo doorgaat, dan ga ik deze wedstrijd niet winnen. Ho! We zijn nog niet eens begonnen en ik zit nu al onder de kak. Ik heb nog nooit paard gereden, dus de eerste keer in mijn leven. Hoe vet is dit? Zijn we er klaar voor? Ja. Ik ben helemaal klaar voor. Wie is het eerste? In wijk met duursteden. Bij wijk met duursteden, is goed? 3, 2, 1. Ja, kom maar. Goeie reis. Oké, waar de fuck moet ik heen? Waar moet ik eigenlijk heen? Ik ga eerst aan iemand vragen waar wijk met duursteden is. Kom, ga nou. Ja. Ik vind het wel via rennen, man. Nou, doe maar gaan. Oké, wijk met duursteden. Nieuwegein, Houten, Zeist, Wild. Staat de hele tijd in wijk op duursteden op. Ik denk dat ik gewoon mijn navigatie aan zet. Jongens, mag ik jullie iets vragen? Ik moet naar wijk bij duursteden. Met een bus. Ik ga met de bus. Met de bus, ja. Die gaat in één keer daar naartoe. De 41. Ga hier langs. Dat is reet makkelijk, man. Ik zie op mijn navigatie dat het ongeveer 4,5 uur lopen is. Dus dan met paard zou het ongeveer iets korter moeten zijn. Fuck, wat is dat beest zwaar? Pak je weg! Ik heb een les! Waarom nemen die mensen mij niet mee? Ho, hier? Zo, hier. Zo, ja, ga maar hier. Ga maar zitten, Kees. Oh, vies. Kees, waar een poepje? Zo. 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 Ja, goed zo, Kees. Ik heb geen idee waar ik heen moet, houden. Weet iemand hoe ik bij wijk bij duursteden kom? Ik ga hier rechtdoor. Hey. Doe dat. Kom nou, rijden. Lopen. Kom. Was dat ook voor een paal? Hij is zo dom, hè? Laat gewoon een paal. Kom nou. Ja, hij lag hier achter in dat park. Ik weet niet hoe dat park heet hier achter. Maar ja, ik moet hem gewoon daarheen brengen. Vandaag, hoe heet het gaan? Jurgen. Jurgen, je hebt een auto. Ik kan rijden, maar ik kan niet die zwaan, ik kan er niks mee. Nee? Ja, ik ga mee, uiteraard. En als hij ligt in de auto, dan is het prima, dan is hij gewoon rustig. Waar dan? Oké. Okay. Ja? Nou, ja. Dankjewel dan. Nou, Kees, we hebben een lift, jongen. Kom niet, hoor.
Nou, we zitten nu in de auto. We krijgen een lift rechtstreeks naar Wijk bij Duurstede. Waar moet ik rijden? Ik heb geen idee. Ik ga nou mee, joh. We gaan de bus pakken. Rijd niet, rijd niet. Wat is dit voor jeetje? Daar. Daar is hij! Daar is hij! Stop maar! Stop maar! Nee. Kut. Dan maak ik me echt oprecht zorgen, want ik heb veel te lang lopen chillen met het beest. Dat ik denk dat ik serieus niet als eerste aankom bij Wijk bij Duurstede. Nee, dit gaat super lang duren, zo komen we er nooit. Maar ja, ik heb toevallig de aanhangwagen bij me waar het paard in zit. Ja, kunnen we gewoon achterin doen en dan rijden we gewoon een stuk. En dan rijden we weer een stukje op het paard. Dan knippen we allemaal eruit, anders speel ik vals, dat kan het doen. Lopen is dit natuurlijk niet te doen, dan was ik echt 6 uur bezig geweest. Dit gaat wel lekker snel. Automobilist in fixen dit. Wil je me niet echt even ergens afzetten met een biggetje? Moeten we even afzetten? Nee, moeten we heel even afzetten. Hey! Kan je me afzetten met mijn wijze duurste? Wow, fucking chill, ouwe! Hey, heb je nog gehoord, maat? Ik ben bijna van me af. Kom. Wow, dit zijn echt toppen. Ik heb wel een beetje honger gekregen. Ik denk, pak even de McDrive. Nou, dat gaat net. Ik wil nog even wat worteltjes voor een paard. Hé, nee, bedankt, hè. Hoppakee, nog niet makkelijk. Ja, dat is lekker, hè. Nou, dat is ook weer. Yes! Het is gelukt. Oh, man. No way dat je dit te voet kan afleggen. Wij zijn serieus nu al bijna een half uur aan het rijden. En als jij dit met een paard en met een gans wil afleggen, nou, ik wens je succes. Ik ben blij dat ik bijna er ben. Ik ga winnen, mensen. Ik ga winnen. Ja, ik ben benieuwd hoe het met Stefan gaat, want die heeft een zwaan. Stefan. Hey, Stefan. Hey. Hoe gaat het daar? Nou, ik ben al in Wijk bij Duurstede, jongen. Ja, dag. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Nou, ik had gewoon een of andere lulverhaal verzonnen dat die gans ontsnapt was. Ik geloof er echt geen reet van. We hebben gewoon iemand gebeld in. Fuck. Hij is er gewoon al. Shit. Nou, dan moeten we echt opschieten. Ja, kunnen we weer? Die kant op. Hey Giel, je hebt gebeld. Ja, waar ben jij? Ik ben in Wijk bij Duurstede. Wat? Ben je bij Wijk bij Duurstede? Ja, ik heb al gewonnen. Hé, heb je al gewonnen? Ja jongen, ik ben er gewoon al. Had je niet verwacht hè, met mijn zwaan. Hé? Ja, dat is echt waar man. Fuck! Hoe dan? Je hebt een fucking zwaan! Dit kan toch niet? Ik had niet verwacht dat ik deze opdracht zou gaan winnen. Ik ben bij Wijk bij Duurstede met het biggetje. Alleen Stefan die vertelde net dat hij ook bij Wijk bij Duurstede is, maar daar geloof ik geen zak van. Dus deze is voor mij. Ik ga lekker het terrasje pakken en ik wacht op jullie. Oké, we hebben even gas erop gegeven en een paard in de bus gegooid. En nu zijn we nog maar 2 kilometer verwijderd van Wijk bij Duurstede. Maar Giel en Stefan mogen natuurlijk niet weten dat ik vals heb gespeeld, want ik heb al verloren. Dus ik ga nu weer mijn paard en dan ga ik Wijk bij Duurstede binnen draven. Nee. Wijk bij Duurstede, schat. Zet je navigatie maar aan. Die kant op. Giel belt me net. Er is wel een kerk in, maar ik dacht dat er geen kerk was. Ik heb het niet gevraagd. Ik moet een kerk, dus waar is de kerk? Stefan is dus nog helemaal niet bij de kerk geweest bij Wijk bij Duurstede. Ik ren even naar de kerk. Oh, ik zie daar de kerk, man. En nu, hè? Voor jou en voor mij is het zielig. En voor mij is het zieliger, want je bent fucking zwaar.
helemaal klaar met je, Kees. Ik ga je hier neerzetten. Zo, chillings. Uit. Ja, leg het maar uit. Hij is niet gewond. Hij is helemaal goed. Hij wordt zo opgehaald. Nee. Ja, absoluut. Doei. Ik vind het mooi geweest, Kees. We hebben een lange rit gehad. Maar hier stopt het. Ik proef de overwinning, jongens. Want kijk eens. Ik heb gewonnen. Ik ben bij de kerk. Jongen, we zijn er, maatje. Yes. Nou, zal ik hem dan verder afsluiten? Want ik zie hier niemand. Ik check jullie volgende week. Oké, dit was een hele bijzondere opdracht. We willen animalverhuur.nl bedanken voor het paard, voor de big en voor de zwaan. Ja. En als je meer wil huren van die beesten, dan kun je naar hun website gaan. Ja. En we willen hem bedanken voor de hele goede verzorging. Achter de schermen was er continu een verzorger bij ons voor de dieren. Ja. Yes. En wil je meer van ons zien, abonneer dan gelijk even op ons kanaal. Ja, en geef sowieso een groen duimpje op deze video. Hè. Ja. Yes. En je kan ons ook volgen via social media, Twitter, Instagram, Hives. Ik denk 10 foto's vandaag gepost van een mooie park. Ja, dus dat is hartstikke leuk. Nou jongens, tot volgende week. Doei. Later.